Voor de wedstrijd wel, ja. Maar na de eerste fase, kwartier, 20 minuten niet meer. Waar zat dat dan in? Dat je keek en dat je dacht, dit staat niet vandaag? Ja, goed, komen we weer. De doelpunten wat je tegenkrijgt, de eerste twee. Maar vooral de energie die je mist als team om er nog iets aan te doen. En tweede helft geprobeerd met wat verse krachten. En dan heb je in een kleine fase waar je wat het gevoel hebt, oké, daar komen we niet overheen, krijg ik een penalty. Dan de reactie, die is er dan gewoon niet. En dan speel je eigen verloren wedstrijd. Ben je ook pissig, of niet? Ik ben, ik ben pissig, maar ik ben vooral teleurgesteld. Dat, ik ben een beetje terneergeslagen in het feit wat wij hebben laten zien. En, ik moet zeggen, ik voel me voor de eerst dat ik echt het gevoel heb van... Dit kan gewoon niet. Dit is echt onacceptabel. En, ik had er volgens mij 6 of 7 kunnen wisselen in de rust. Maar dat probeer je met iets. Maar ja, dit maar dit zie doet, je een mentaliteitsprobleem in de ploeg? Niet alleen nu, maar sowieso constant. Goed, weet je, dat is natuurlijk altijd. Wij zitten ook op de bank en wij zeggen ook van... je ziet ook dingen gebeuren. Weet je verwacht een bepaalde agressiviteit. En nogmaals, het fouten maken dat is niet erg. Maar de manier waarop je dan duel speelt, waarop je tweede ballen speelt... Ja, weet je, is het mentaal? Misschien wel, ja. Misschien moet je daar zelf overheen zitten. En dat mis ik. Een bepaald karakter dan in een team wat opstaat. En Jorrit heeft dat wel. Maar zijn er gewoon te weinig. Ja, eentje is wel heel weinig dan. Dat je teleurgesteld bent. Ik neem aan dat het dan komt omdat je door de week wel ziet dat er iets anders in zit, toch? Ja, tuurlijk. Je ziet door de week wel. Maar uiteindelijk tellen deze wedstrijden. En daar moet je het laten zien. En als wij vinden samen en ook als individu dat je een stap hoger wil maken dan Fortuna, dan... Weet je, zo'n wedstrijd kan je wel eens een keer hebben. Maar volgens mij hebben die dat tegen Twente al gehad. En eerst zelf Heerenveen. En nu heb je weer een wedstrijd. Ja, dat is gewoon veel te veel. Ja, Jorrit Smeets, je zei net al even, ik ben er echt even helemaal klaar mee. Jij ook? Ik ben er niet helemaal klaar mee. Maar dit is wel een aardige tik. Dat is wel... Ik voel me wel... min of meer wel in de steek gelaten door de ploeg. En, in de steek gelaten, ja? Nou, ik vind wel dat je dan meer tegenover kan zitten. En nogmaals, we hebben de hele week, en dat doen we elke keer, met die jongens zitten we. We vragen ze, is het duidelijk, is het niet duidelijk? Maar ja, als je, wat Simon ook zei, als je dan jongens op het veld ziet lopen, ja, dat kan niet. Dat is onacceptabel. En nogmaals, je kan een mindere dag hebben, hoor. Dat hoor je me niet over, maar niet zo. Nee, want het was ook wel duidelijk, je koos ervoor om Rota dan te slachtofferen, zeg maar. En toch wel weer in te brengen. Dat is ook wel een duidelijk signaal, toch? Ja, maar goed. Uiteindelijk verwacht je wat van een team. En dan zie je ook de reactie van Lazarus. Weet je? Die valt gewoon oké in. Maar ja, dus ook zeker, ik had er nog 7 kunnen wisselen. Of misschien wel 8. Ja, en dan kies je weer voor hem om aan die rechterkant. Wat iets meer hoge druk gaan geven. Iets meer aanvallende impulsen. Nou goed, dat gebeurt heel even, maar gewoon veel te weinig. Had je op de bank nog iemand gehad die agressiviteit erin kunnen brengen? Nee, hè? Nee, want dan had ik die al lang gebracht. Ja, werk aan de winkel. Ja, nou goed, dat sowieso, ja. Deze verwerken en duidelijk zijn naar elkaar.